prijs Sportman van het jaar 2017 van de gemeente Venray gaat naar René Dirks. Een verrassende uitkomst dit jaar bij de verkiezing van Sportman van het jaar. Geen wielrenner deze keer, maar een biljarter. Het is echter geen gewone biljarter, maar een kunststoter. Wat is het kunststoter? Het is gewoon, het is eigenlijk gewoon de normale biljartsport. Twee witte ballen, één rode, maar dan met heel veel kuntjes, ballen stuiteren. Artistiek soort. Helaas was René na afloop van het gala onvindbaar en kon dus niet meer voor onze camera verschijnen. Bij de vrouwen was het de voetbalster Myrthe Moraes die met de hoogste eer ging strijken. Nou, Myrthe, proficiat. Had je het verwacht dat je zou winnen als sportvrouw van het jaar in Venray? Nee, eigenlijk niet. De nominatie is al hartstikke mooi en dat ik er nu ben geworden, ja, dat is mooi. Ja. Maar je hebt ook wel echt een topjaar achter de rug, geloof ik, hè? Ja, vooral de laatste maanden zijn voor mij erg mooi geweest. Natuurlijk de overstap naar FC Twente. En daar ben ik echt hartstikke blij mee. Daar zit ik zo op mijn plek. En uiteindelijk mijn debuut afgelopen oktober, dat was wel het hoogtepunt van dit jaar. Want hoe heb je dat debuut beleefd? We moesten in Oostenrijk, uit naar Oostenrijk. En we stonden 1-0 voor. Ik kwam in de 65 minuten, volgens mij, kwam ik erin. En, ja, het debuut, dat is waar hij het allemaal voor doet. En ja, nu hoop ik echt weer een stap verder te zetten. En bij Twente heb je die volgende stap gezet. Het grote doel is het kampioenschap dit jaar? Ja, dat is wel waarvoor ik naar Twente ben gekomen. We staan er nu op zich wel goed voor. Aankomende vrijdag nog een wedstrijd. En dan zit de eerste seizoenshelft nog op. En dan gaan we play-off spelen. Dus de bovenste 5 die draaien om het kampioenschap. En, ja, Twente is natuurlijk in het vrouwenvoetbal zijn al echt een aantal jaren kampioen geweest. En hopelijk nu ik er ook bij ben dat we dit jaar weer gaan realiseren. Sportvrouw van het jaar dus. De organisatie van het Sportgala had dit jaar gekozen voor een opzet als in het tv-programma College Tour met een speciale gast waaraan vragen konden worden gesteld. Nou Maurice, het zit erop. Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden. Ik ben ieder jaar tevreden omdat Venray de talenten, de topsporters, de brede sporters een podium biedt. En dat verdient de sport in Venray. Dus daar ben ik tevreden. En ik ben heel tevreden dat wij dit jaar de keuze hebben gemaakt voor Verona van der Leur als hoofdgast in de College Tour. Hè, de Sports College Tour. Omdat ik denk dat Verona een fantastisch verhaal heeft. En vanavond ook op een geweldige manier de antwoord heeft gegeven op de vraag. En ook gewoon ergens verstaat. En dat waardeer ik wel. Je bent zelf ook nog even in het zonnetje gezet. Ja, dat was even. Ik dacht dat ik het draaiboek helemaal van A tot Z onder controle had. Maar wethouder Anantine die wist mij toch nog even te verrassen. Door haar waardering uit te spreken voor het werk dat ik dan heb gedaan voor het Sportgala. En ook voor de Bing Bang Tour. Maar ik heb op het podium ook gezegd, ik ben maar een klein radertje. Het gaat om het grote geheel. Er zijn heel veel vrijwilligers. De Bing Bang Tour, bijna 200. Nou, Die waardering die ik dan vanavond gekregen heb, die is ook de waardering voor al die mensen die ieder jaar het Sportgala organiseren en ook dit jaar hebben meegeholpen aan de Bing Bang Tour. Maar het is in ieder geval ook fijn om te weten dat andere mensen jouw werk wel waarderen, jouw werk en inzet. Ja, daar word je dan even van bewust. Maar weet je, het Sportgala organiseer je voor al die sporters die soms iedere dag bezig zijn met hun sport om het beste uit zichzelf te halen. En dan ben ik niet belangrijk, dan zijn wij als organisatie niet belangrijk. Maar dan zijn die sporters op het podium belangrijk. Maar ik snap, want ik heb het zelf bij anderen ook wel eens meegemaakt, dat als je dat 10 jaar doet, dan is er een soort eikmoment van, oh ja, nou dan staan we ook even stil bij het werk dat we zelf doen. Maar onder de streep gaat het om de sporters, want daar doen we het voor. En nu we beginnen met de voorbereidingen voor 2018? Ja, dat is een goede vraag als je net een kwartier klaar bent met de gala van 2017. Ons ritme is zo dat wij nu een aantal maanden helemaal niks doen, wat de sportgala. Wij komen het voorjaar bijeen, dan bepalen we het thema en dan beginnen we met de voorbereiding. En vooral het bepalen van het thema, dat is ieder jaar weer een leuke klus. Omdat je toch ieder jaar wilt vernieuwen. Dit jaar hadden we de College Tour, zo hebben we ieder jaar een ander thema gehad. Dus we gaan de komende maanden eens rustig nadenken wat het thema van 18 gaat worden. En dan hopen we dat we het volgend jaar opnieuw een mooi sportfeestje van kunnen maken. Maar er waren nog meer prijzen tijdens dat sportfeestje. De titel Sportploeg van het jaar werd deze keer gewonnen door eerste voetbalteam van SV Eindhoven. Zij werden kampioen in de vierde klasse F. Het handbalteam van Manuel en het korfbalteam van de Peelkorf hadden het nakijken.
Dan was er nog iets te vieren in IJsselstein, want de trainer werd uitgeroepen tot trainercoach van het jaar. Gefeliciteerd Ruud, trainer van het jaar. Had je het verwacht? Verwacht niet, want ik wist niet dat de categorie bestond. Daar kwam ik vanmiddag pas achter. Dan weet je wel dat je een van de kandidaten bent, omdat je toch al hier bent. Leuke waardering voor het werk wat geleverd wordt. Het is moeilijk vergelijken met andere trainers, het is moeilijk vergelijken met andere sporten. Dus ja, of het een reëel beeld is, daar zul je altijd discussie over kunnen houden. Maar nogmaals, het is een leuke waardering voor hetgeen wat er gebeurt en dat dat opgevallen is. Maar jullie hebben ook wel mooie prestaties geleverd met IJsselstein de afgelopen jaren. Stijgende lijn al 9 jaar te pakken, maar dat begint met de ambitie van spelers. Ik denk dat je als trainer vooral faciliterend daarin bent en ondersteunend bent. En de prestaties worden geleverd door de voetballers, niet door de trainer. Je bent wel een echte clubman bij IJsselstein, of niet? Je bent eerst ook actief geweest bij de jeugd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, bij beide clubs waar ik gezeten heb ik lange tijd gezeten. Bij Venra 10 jaar de jeugd getraind. Nu zit ik ook mijn 10e jaar bij IJsselstein. Ik denk dat mijn aanpak van werken ook voor een lange tijd geschikt is. Niet een korte termijn trainer die op korte termijn een succes ergens gaat boeken. Stapsgewijs werk ik. Stapsgewijs het spel aanleren, stapsgewijs het spel beter op laten nemen. En die situatie continu vormgeven. Ja, dat past bij mijn manier van werken. Dat is ook waar de spelers voor openstaan. Dus. Dan was er natuurlijk ook nog de prijs voor sporttalent van het jaar. Demi Boom. Wat was je eerste gevoel toen je op het podium stond? Ja, ik dacht echt een blijdschap gewoon van wow, het is toch gewoon gelukt weer. Dus ja. Want wat doe je voor sport? Atletiek. En je doet de zevenkamp geloof ik, hè? Wat vind je het leukste onderdeel? Het hoogspringen, ja, en speerwerp ook wel, maar het hoogspringen wel echt, ja, als eerst. Want met het hoogspringen heb je dit jaar ook een mooie prestatie geleverd, hè? Vertel. Ja, Nederlands kampioen hoogspringen met een hoogte van 1,72 meter. En dat was ook nog het beste jaarprestatie, dus ja, was wel heel leuk. En hoe groot ben je zelf? Zelf ben ik volgens mij 1,73. Dus bijna over mezelf heen. En wat maakt bijvoorbeeld speerwerpen zo leuk? Ik zie dat wel eens op tv en dan denk ik, ja, nou, dat zou ik zelf ook wel willen kunnen. Maar ja, is het echt moeilijk om te doen of niet? Ja, veel mensen denken gewoon echt dat het alleen maar om kracht gaat, maar ik heb zelf ervaren dat als ik heel veel krachten gooi, dat die speer niet zo heel ver komt. Dus heel veel techniek is ook wel belangrijk, ja. En waar train je? Hier in Venray, bij ATV Venray en in Vught, bij Prins Hendrik. En dit jaar weer Nederlands kampioen? Nou, laat het hopen. Ik zit nu een beetje met een blessure, maar gaat wel steeds meer de goede kant op. Dus ja, alles eruit gaan halen. Blijf knokken. Ja, zeker. Succes, dankjewel. Net als in voorgaande jaren was er een prijs voor beste sporter met een beperking en die ging dit jaar naar... De prijs is niet zo moeilijk te lezen, voor jou wel. Voor jou is het heel moeilijk. Ifani Ogiofor. Sportwethouder Anne Thiele reikte de Breedte Sportprijs uit namens de gemeente Venray. En de winnaar van de Breedte Sportprijs is geworden de baas van Venray. Een kleine eerste reactie? Ja, overweldigend echt. Ik had het niet verwacht, dus wat dat betreft, ja, dank je. Veel van die sporten kunnen echter niet uitgeoefend worden zonder vrijwilligers. En daarom werd ook dit jaar weer 1 vrijwilliger in het zonnetje gezet. De vrijwilliger van het jaar 2017 van de gemeente Venray is Kees Pitters. Kees Pitters, is je dat? Oestrum afkomstige Kees is vanaf het begin betrokken bij basketbalvereniging Jumpers en was daarbij onder andere secretaris en voorzitter. De rode draad van de avond werd zoals eerder gezegd gevormd door de Venraise Sportgala College Tour. Deze eerste editie had als hoofdgast Verona van der Leur, voormalig topturnster en onderneemster in de erotische industrie. Nou Verona, vertel, hoe vond je het vanavond? Ja, ik vond het een hele gezellige avond. Er zijn mooie prijzen uitgereikt. Ik denk dat iedereen ook heel trots mag zijn. En ik vond het heel gezellig. En ja, je hebt zelf ook verteld over jouw carrière. Je carrière in de turnen en in de porno. En, want vind je het moeilijk om erover te praten, bijvoorbeeld over de porno of over jouw vorige beroep? Eigenlijk helemaal niet. Ik praat graag over mezelf als turnster, maar ook wat ik nu in mijn huidige bezigheden doe. Alleen de zaal is nog een beetje afwachtend, ze durven niet allemaal, maar ja, ik probeer juist het taboe te doorbreken, maar ja, ik ben er open over, eerlijk over, voor mij is het gewoon een beroep en als iedereen dat zo ziet, dan praat het allemaal veel makkelijker. En waar ben je het meest trots op uit je turncarrière?
Ja, er zijn verschillende prijzen waar ik trots op ben. Mijn allerlaatste prijs was dat ik Nederlands kampioen was, dus ik heb het goed afgesloten voor mezelf. Maar ik ben ook tweede geweest op de wereldkampioenschap op vloer en ik heb 5 Europese medailles gehaald. En ik ben eerst geworden bij een wereldbekerwedstrijd, dus dat zijn een beetje mijn hoogtepunten geweest. En, vergeten, de sportvrouw van het jaar natuurlijk. Heb je nog doelen gesteld voor de komende jaren, eigenlijk voor je eigen bedrijf en zo of niet? Nou, mijn bedrijf kan zoals het nu is gewoon doorgroeien, maar ik heb eigenlijk, ik probeer op zoveel mogelijk vlakken mee te werken, dus van webcam tot fotoshoots tot films. Zoals ik in het interview net al uitlegde, ik doe alles wel met mijn eigen vriend, dus ik werk niet voor producers. Ja, ik doe heel veel custom dingen, dus op aanvraag als mensen een fetish hebben of iets spannends, doe ik dat op verzoek. Er staat een mooi bedrag tegenover natuurlijk, dus nee, je kan eigenlijk alle kanten wel op. Daarbij produceer ik alles zelf, dus ik ben volop bezig met allerlei dingen, ja. Ik wil u alle fijne feestdagen wensen, een gezond en een vooral zeer sportief en succesvol 2018. Dank u wel voor uw aandacht en hopelijk tot volgend jaar als sportdagen. Besproken volgen nu de voorkomende winnaars, alstublieft.